Maar dan kunnen ze waarschijnlijk weer net zoiets doen als wat Dragon Ball had, dat ze weer zo'n specifieke map hebben. Want het zijn echt wel goede creative maps die dat hebben nagebouwd al. Ja. Ik weet toevallig dat omdat ik het een keer voor een video heb gedaan. To be fair, ik ben wel benieuwd welke characters ze doen, want er zijn eigenlijk wel heel veel die ze kunnen doen. Levi, Mikasa, sowieso. Ja, sowieso. De Big Friendly Titan toevoegen in Fortnite als icons. Dat is denk ik wat ik denk. Ze kunnen letterlijk zoveel collabs gooien naar de eerste, want er zijn zoveel characters die ze erin kunnen doen. Ja, sowieso. Nee, sowieso wel één. Of twee. Nee, ik denk dat ze... Ik denk dat ze 3 à 4 Dit laat even. Ik probeer ook even onderdeel te zijn van dit gesprek. Ja, maar jij... Wacht. Sjoerd, heb je überhaupt anime gekeken? Ik denk dat ze de muur als skin doen. De wal. Nah. Dat is zo'n plaatje die je spreekt. Dan gaan ze... Ja, Val Maria. Nee, ik heb wel anime gekeken, maar ik heb er niet heel veel maar mee. Nooit ik heb dan niet, heb jij één gekeken en ook de laatste episode? Nee, ik heb wel gekeken, maar ik loop nog achter met het laatste seizoen. Jammer. Sowieso, algemeen. Oh, ik zeg, als je die laatste episode gaat kijken, shit. Ja, maar ze gaan toch nog een seizoen doen. Dat weerhoudt mij gewoon. Het is niet klaar hierna, dat is het punt. Wel. Ja, dan ga ik weer kijken, man. Ja, er is nog één episode die komt en die komt mid-jaar, eindjaar. Wat? Hoe werkt dat nou weer? Ja, maar ik zit sowieso te wachten op de nieuwe Jujutsu Kaisen. Joey. Sinds zeg maar dat Studio MAPPA het over heeft genomen. Wat? Studio MAPPA, dat is de nieuwe, degene die EOT heeft overgenomen. Ja, ja, ja. Die laat het final season een beetje een meme worden. Want ze begon zo. Ja, EOT season 4, de final season. De final season part 1. De final season part 2. De final season part 2 part 1. Ja, het is echt absurd. Dat ik echt denk van, come on. Waren daar nog wapens? Nog katana's? Oh, ik pak er nu zo. Er zit er 1, maar ik denk dat... Oh nee, er zijn er 3 hier, wacht. Ik ben al mooi. Maar ik weet niet, Joey, of jij de manga ook hebt gelezen nee. en gezien? Nee. Oh. Want dat is... Oh, die laatste... Ik wil echt dat je die gaat kijken. Ik hoop toch wel van manga. Dan kunnen we echt praten erover. Dan pas, hè? Jujutsu Kaisen seizoen 2. Ja, maar dat ik nu wat zeg. Als ik maar iets zeg van de season 4, dan is eigenlijk gelijk een spoiler al voor hem. Ja, nee, dat moet je niet doen, hè? Oh, Aerialist, die heb ik weer opnieuw gekregen van een of andere reden. Fucking irritant. Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Weet je wat ik ook niet snap? Dat jij dit hele ding aftikt. Of is dat weer Kevin die gierig is? Ik wil mijn katana's niet delen. Nee, ik heb. Ik ben gewoon een fucking pyromaan, ja. Nou, doe Spino uit dan. En veel blauwe. Geloofzaak. Dit zijn twee hele andere dingen, Joey. Dat moet jij toch weten als balletmeester. Balletmeester? Ja, is goed met jou. Oh no. Ik heb alleen een schilderezel, voor de rest niks. Ik dacht dat ik gewoon jou zag hoor. Als danscoach. Als danscoach, ja, sowieso. Samen met Dan Carity. Dan Carity, ja. Ja, die Dan Wortel. So, you think you can dance? ja, eigenlijk niet. Maar ja, ik moest maar. Mijn vriend had hem opgegeven, vonden ze grappig. Toen ging ik daar dansen, zei ik, ken jij dit? Toen zei hij, ja, die ken ik. Toen dacht ik ook, nou ja, laat maar dan. Dan ga ik ook niet meer dansen. Kijk, ik kan gewoon al die Fortnite dansjes. Ja, daar gaan we weer. Gewoon iedere ronde take die L doen. Ja. Ja, maar daar win je wel mee. Ja, maar dan doen we voor een kerstaflevering die andere die mensen niet hebben. Take die L doen we dan. Daar is Kevin altijd zo blij om als mensen take die L doen. Oh nee, niet echt. Dat is Kevin zijn favoriet. Zeker voor kerst.
Ik... Verschrikkelijk. Echt waar. Waarom vind je het nou weer verschrikkelijk? Dat het verschrikkelijk is. Waarom komt die emote nou nooit terug in de itemshop? Ik wil hem ook kopen. Maar dat gaat niet. Wat moet ik met welke twee shotguns? Welke emote hebben we het over in de itemshop? Take the elf. Nee, take the elf. Take the L is een battle pass emote, gek. Oh, ja, dat klinkt normaal, hè. Oh, ik heb dus mijn PlayStation geconnect, even overigens. Met, ja, fun fact, je bent slecht, zei je. Fun fact, dat was nog even een ding op zich, maar ik heb het gedaan. Moest het doen. Ik moest het voor elkaar krijgen. Maar wat wil ik zeggen? Ik heb blijkbaar in seizoen 8 gedownload. Toen heb ik twee keer gespeeld. Original. Ja, original seizoen 8, ja. Oh, oké. Okay. Maar blijkbaar vond ik het niet leuk genoeg om te zeggen, hé, ik ga verder spelen. Zet dat mee. Maar ik weet niet precies welke dat was. Het was iets met piraten, was dat dat het hele map onder water was? Oh nee, dat is in chapter 2. Oh, chapter 2. Maar dat is inderdaad, dat was trouwens ook echt kut. Wat dan? Ja, een hele map onder water. Toen, ja, dat geloof ik wel. Sowieso, Map onder water lijkt me sowieso niet chill. Wat is dit? Dit is die balls. Ja, oké, dat is niet boeiend. Maar ik heb blijkbaar een plafondding verwijderd, maar de lamp hangt er nog. Oké, okay, whatever. Shoot kan niet meer meepraten, die is robot geworden, zo te horen. Echt zo? Dat is niet omdat. Dat is alleen omdat andere mensen willen boren. Ze boren in zijn internetverbinding, denk ik. Wat? Dat ze boren in je internetverbinding. Nou, dat denk ik niet. Ik versta gewoon niks meer. In je microfoonkabel is het. Ik heb een blauwe snipper. Zeg maar, mijn internet is vloeibaar. Is jouw ja, nu wel. Ik ben wel blij dat ze trouwens de vals hebben gedaan voor de gold, wat we vorige keer hadden. Ja. Maar was... Oh nee, dat werkt nu niet. Wat? Nee, bij die vorige was het mooi, de truc... Dit kan je doen, dit is trouwens heel goed. Hier, pak maar op, als je... Wow. Dat is beter, ja. Maar wat wil ik zeggen, vorige keer... Bij die andere vals kon je de onderkant eruit halen, en dan de vloer, zeg maar. Ging alles weg. Ja, hey. In deze vault kan dat niet en je hebt ook geen port to port om te ontsnappen. Nee, ik zag het. In de andere twee wel. Ah, oh, oké. Maar toch verwacht ik meer van dit. Oké. Okay. Ik bedoel, ik vind hem... Oh, sniper surplus, dat vind ik chillen. Ik hoop gewoon dat je echt dikke updates toe gaat voegen. Want... Oh. Oeh, wow. Oh shit! Wacht even. Trick! May the force be with you. Wacht, kan ik niet traversal emote doen? Ga weg jij. Ik ben op een segway. Kevin, waar ben jij? Oh, op het dak. Dat ziet er wel nice uit als ik over je spring. Oh, dit is een gouden supply drop. Zo'n pot ingespand, zie je in de lucht. Maar die is 600 meter, dus voordat we er zijn is blauw loot. Ja, dat is waar. Even voor mijn beeld. Die laatste trials. Search red chest or holo chest. Die holo chests zijn die, denk ik? Of wat? Dat zijn die key chests. Oh, dat is zo cool. Yep. En die red chests zijn gewoon die blauwe, toch? Ja. Yeah. Even voor de zekerheid kijken. Oops. Wat is er belangrijk dan? Ja. En jullie nou weer aan het doen? Ja. Een groene haar. Ja. Een andere.
Nee. Waarom duurt dit zo lang om naar beneden te gaan? Omdat het een grote afstand heeft. Een grote afstand? Zo, ik heb het ammo. Nee, hè, joh. Ik heb het snipper ammo nodig. Ja, ik ook. Ik heb er ook niet veel mee. Nou, ik heb er één. Oh ja, dat is wel een beetje shit. Oh, jullie sniper ammo wordt leuk. Oh, toevallig. Ik heb sniper ammo nodig. Oh, toevallig. Sniper ammo. Ja, ik had zelf ook niks. Ik heb niet, jij bent een cheater. Hey, dat speelt vals. Waarom zei je zo, waarom zei je dat zo vragend? Nee joh! Nee joh! Nee joh! Echt waar, wist je dat dan niet? Nee joh! Nee joh! Nee joh! Helemaal niet! Hoe durf je dat te zeggen? Oh my god! Uh-oh. Er komen hier mensen. Shit! I'm kind of fucked. Oh shit. Oh shit. dan maar het gebouw in. Oh, Jim gaat gefucked worden. Dat is niet. Nice. Fuck. Ik ook. Oh! Ik dacht dat ik Jim ging redden, maar dat ging niet. Waarom zie ik jou? Jij viel letterlijk door de map heen bij mij, wat? ik zeg gewoon, waar ben jij? Toen zag ik jou gewoon door de map heen klippen. Ik denk, wat? Ja, jouw kaartje ligt bij mij door de map. Misschien omdat er gewoon een lagere verdieping is, Kevin. Nee, maar op mijn scherm ziet het, is alsof het zeg maar in de grond. Nou, bij mij was dat niet zo. Nee, dat, maar dat is een visual bug. Dat is een visual bug. Oh ja. Ik weet niet altijd. Daar zijn ze, Oneer. Ja, kut. Met deze. Pak hem Oneer. Ja, oh, dankjewel. Leuk bezig, Kevin. Nice. Help shoot even. Oh, ja. Always. Always. Always maar... gotta help our fans, right? Dooku smash is er in ieder geval uit. Ja, de Dooku smash. Dus dat scheelt, hè? Ja. En de RPG-fan is ook weg, yay. Ja, dat is wel jammer. Jammer? Ja, ik vind het wel jammer dat de RPG's weg zijn. Jij niet dan? Ja, maar ik bedoel, de gespam dat er altijd gebeurde is ook kut. Ja, oké. Okay. Dat doen ze elke keer. Poef, poef, poef. En dan is het echt zo van, zonder RPG, dan kunnen ze niet winnen. Ja, dat is ook. Ook wel weer waar, hè? Ik zit te wachten tot dit zeg maar een hotspot wordt op de map. Mega City. Wat? Nou ja, zeg maar, je had vorige keer. Je had vorige keer toch steeds die hotspots. Nu heb je dat ook met die gouden namen, zeg maar. Die Brutal Bastion en zo. En nu heb je wel die Naughty Nest. Mm-hmm. Ik vind het wel jammer dat ze niet van de tweede zelfde namen. Dat ze van de tweede zelfde letters af zijn aan het begin. Ja. Ja, klopt. Ik vond het altijd wel mooi dat ze dat deden. Ja, daarom. Oh. Ja, is het nou integraal onderdeel van het spel? Niet zozeer, weet je? Nou, eigenlijk wel. Dat is wel iconisch. Iconisch? Ja. Misschien wel. Wat is er, Bubby? Maar ja, wat ga je bij Mega City doen? Mega Man, natuurlijk. Ja, dat gaat niet, hè. Dat mag niet. Deze treintrail shit is ook echt... Ik ben blij dat Kevin het top vindt. Ja, we zitten lopen met z'n drieën zo op die rail. Ook nog. Hup. Even volledig. En de Havoc Pump. Oké, let's go. Yes. Ik heb in ieder geval iets. Nog niet genoeg. Wacht, kan je duo emotes doen op de grind rail? Weet ik niet. Ja, wacht. Doe nog een keer. Wacht, kan het? Wacht. Oh, kut.
Nou, het is dat je te ver weg van elkaar gaat, Steve. Wacht, wat? Wat? Tap ons. Oh, wacht. Joey zat tussen ons in en toch deed hij het, Kevin. Ik zag het, maar hij deed het heel even. Kijk de balans die die gek heeft. Wat een balans, hè. Ja, jongen. Ah, jij hebt ook goede balans, hè. Ja, ja. Let op dit dan. Woe! Oh, ja, jeetje. Let op. Ik maak hem even beter voor je, ja? Wacht even. Kom maar aan. Joey, kijk deze emote dan. Kijk hoe snel die glijdt, joh, die gek. Ja, die deed ik net. Even rustig, hè. Even mijn paardje erbij pakken. Kijk, deze balans dan, gek. Wat dacht je van deze, Joey? Oh, die is ook goed, ja. Oh, dat ziet ook zo trippy uit, dus die is ook... Even beter, hè? Ik heb dit ding niet eens nodig. Let op. Woe! Oh nee, ja, kijk hem dan, hè, Wanda. Wacht even, let op. Pas even op, jij. Oh, kijk, op één been. Nou... Nee. Kijk, drink even je teen. Ja, doet hij oh, dit zijn mensen. Wij zijn mensen. Hier bovenop. Oh, nou, dan gaan we erheen. Kom op. Gaat die pushy dan echt weg? Gaat die weg? Pushy. Ja. Oh, achter ons, achter ons. Ik heb hem. Flikker, get fucked. Yo. Ze worden allemaal gewoon geklapt hier. Nee! Oké. Okay. Ah nee! Dat is niet wat ik wou. Ik wou gewoon even spullen oppakken. Gewoon looten. Wat gebeurt er? Zijn ze boven nog? Wat? Nee, er zitten daar enemies. Ja, boven. Oh, kut, ik heb dat... Kut, ik heb dat zwaard niet! Wat is hier? Ja! Oh, wat is er daar? Wanneer is gekukt hier? Wat fuck voor de roer? Ah, yo, 50. Oh, Goku! Kijk uit voor Goku! Goku heeft me genoeg, pak hem! Kevin, hij is de hoek om! Hij gaat het hoekje om, hij gaat naar binnen! Pak Goku! Wacht, maar hij gaat weg. Oké, pak eerst... Oh, nu! Wat? Die heeft minder helft. Let even op voor als hij terugkomt. Waarom ga je... Hij komt terug! Oh. Oh, Oni had 3 pistolen op zijn hoofd, zei hij. Ready up. 3 pistolen op zijn hoofd. Had die 3 pistolen? Een vliegen in 3000 eagles! Alle 1000 eagles. Jeez. Oh. Hij was ook echt best low. Good. Goku. Ja, maar dan weet je wat ik kloot is. Hij ging weg, dus ik dacht van, dan ga ik hem reviven. En... Ja, jij keek wel, maar toen had ik tegen O'Neill gezegd, omdat O'Neill ging een beetje naar voren, waardoor de revive werd gecanceld. Waardoor ik jou niet hoorde, en dus doodging. Hoe kan je mij niet horen als hij naar voren gaat en